In mijn ogen is het zo dat Derk Wiersum is geliquideerd omdat hij de kroongetuige bijstond. En dit was een soort van represaille maatregel in de richting van de kroongetuigen. Zo van iedereen die jou helpt, die jou bijstaat, iedereen om wie jij geeft, die tot jouw naaste behoort, die loopt gevaar, want als wij de kans krijgen, zullen we die doodschieten. Dat was de boodschap, terreur. Ja, dan gaan wij naar dat niet eerder uitgezonden gesprek met Peter R. de Vries. En u ziet het, bij mij aangeschoven is Royce de Vries, de zoon van Peter. Goedenavond, welkom. Fijn dat u er bent. 5 maanden en 4 dagen geleden overleed uw vader. Hoe is het met u en uw familie? Ja, naar omstandigheden wel goed, is eigenlijk het korte antwoord dat we wel geven. Maar ja, je kunt je misschien voorstellen dat nog steeds heel veel op ons afkomt. En dat de emoties er natuurlijk nog bij ons zijn. Ja, zijn dat ook dagen die jullie tellen, hè? Als ik nou net zo zeg? En 4 dagen, denkt u dan ja, inderdaad? Ja, inderdaad. Iedere keer als de 6e of de 15e is, ja, dan staan we daar altijd weer bij stil dat er weer een maand voorbij is. Ja, dan schiet dat even in je systeem. Ja, zeker, ja. Ja. We zien u ook als zoon, maar als vertrouweling en ook als advocaat bijna wekelijks in de pers. Omdat u het werk van uw vader voortzet. Zijn nalatenschap beheert, om het zo maar te zeggen. Dus van Nicky Verstappen tot de Puttense moordzaak. Hoe belangrijk is dat voor u om dat te doen? Ja, heel, heel erg belangrijk. Ik ben advocaat van beroep. Maar eigenlijk hebben wij er een baan bij gekregen. Met bijspreek ook over mijn moeder en over mijn zus. We proberen allemaal een stukje op te pakken van de dingen waar mijn vader mee bezig was. Ik inderdaad met de familie Verstappen en de familie Dubois. Mijn zus met de stichting, de Gouden Tip. En we kunnen natuurlijk nooit het gat vullen wat mijn vader achterlaat. Maar als we allemaal een klein beetje proberen bij te dragen, dan komen we misschien een klein beetje in de buurt. Ja, hem niet loslaten, zijn werk niet loslaten. Ja. Dat is duidelijk. We zitten hier omdat onze verslaggever Ger van Westing een aantal maanden voor de dood van Peter R. de Vries een interview met hem had. Ja. Een interview over de dood van advocaat Derk Wiersum. Ja. En wij zijn bezig met een verhaal daarover, maar hebben die beelden niet uitgezonden omdat dat verhaal nog niet klaar is, zoals ik net zei. Maar hebben wel toch de behoefte gevoeld ook die beelden met u te delen en daarover het gesprek aan te gaan. U hebt die hele band gezien. Ja. Hoe was dat voor u? Ja, heel bijzonder om te zien. Natuurlijk om 2 redenen. Het is ten eerste heel fijn om nieuwe beelden van mijn vader te zien. Ik heb het geluk dat mijn vader misschien wel de meest gefilmde en gefotografeerde persoon van Nederland is. Dus dat ik heel vaak beelden van hem voorbij zie komen. Maar het is wel heel fijn om ook gewoon weer nieuwe beelden te zien. En ik was eerlijk gezegd ook wel heel blij met wat hij in het interview allemaal zei. Ja, ja. Daar komen we zo over te spreken. Ik stel voor dat we eerst naar een fragment gaan kijken. Het eerste fragment wat we hebben uitgekozen in goed overleg, dat is het fragment waarin hij vertelt over de moord op advocaat Derk Wiersum. Laten we kijken. Dit is iets wat je kon zien aankomen. Er was al gewaarschuwd. De broer van de kroongetuige was al doodgeschoten. Er was al een bloedbad aangericht in Nederland bij andere mensen die op een of andere manier direct of zijdelings een rol speelden in deze affaire. Talloze mensen geliquideerd of een poging toegedaan. En er was een bericht al onderschept uit de Taghi-clan, waarin gezegd werd van als Nabil B. gaat praten, dan gaat zijn familie slapen. Dan gaan ze allemaal slapen. Met andere woorden, dan worden ze omgelegd, dan worden ze geliquideerd. Was Derk Wiersum extra kwetsbaar omdat hij die kroongetuigen bijstond? Ja, ik denk dat iedereen die de kroongetuige bijstond of die dicht bij de kroongetuige stonden in dat stadium gevaar liepen. En dat was iets wat het Openbaar Ministerie natuurlijk ook wel wist. En als ze dat niet wisten, dan waren ze ziende blind. Want er was natuurlijk al zoveel gebeurd, er waren ook boodschappen onderschept waarin dat eigenlijk met zoveel woorden klip en klaar werd gezegd. Dus hoezo kon je dat niet weten? Ja, want er loopt er dingen als je die bekijkt. 6 dagen na de bekendmaking van de kroongetuige wordt zijn broer vermoord. Volgt de aanslag op de Telegraaf, op de Panorama. Journalisten worden bedreigd. En dan wordt er ook nog een advocaat van de kroongetuige doodgeschoten voor zijn huis. Wat denkt u dan als u dan met die ogen naar dat OM kijkt?
Nou ja, goed, het is natuurlijk het bewijs dat er oorlog was. Maar de vraag is, heeft het OM alles gedaan en nagelaten wat van hen verwacht mocht worden? En die overtuiging heb ik gewoon niet. Ja, dit gaat over de dood van Wiersum. Ja. Maar zo, ja, met terugwerkende kracht krijgt het ook een heel andere lading, toch? Ja, tuurlijk. Ja, zeker. Mijn vader vond het heel belangrijk om vertrouwenspersoon van de kroongetuige te worden. Dat had ermee te maken dat hij het heel belangrijk vond dat de moordenaars van Derk Wiersum duidelijk gemaakt moest worden. Jullie kunnen dit wel doen, maar er zullen altijd weer mensen opstaan die rol van zo'n advocaat overnemen. En je merkt dan ook aan dit fragment dat hij zich dus ook heel bewust was van de risico's die dat met zich meebracht. Zeker, ja. En daar hebben we natuurlijk ook hele indringende gesprekken over gevoerd. En daar ben ik ook niet de enige in geweest die dat soort gesprekken met hem gevoerd heeft. Nee. Want als je dit zo allemaal op een rijtje zet, dan denk je, ja, dit gaat ook over hemzelf. Ja, zeker. Als je dit terugkijkt met de kennis van nu en de wetenschap van nu, met wat er allemaal gebeurd is, ja, dan is het natuurlijk wrang ook om te zien. Ja, ja. Want hoe kijkt u daarnaar? Ja, hoe kijk ik ernaar? Ik natuurlijk ook wel een bepaalde emotie als je dat ziet. Hij praat natuurlijk ook een heel klein beetje over zichzelf. Als je dit ziet, hij is ook vermoord 5 maanden geleden. Zoals ik al zei, hij praat eigenlijk ook gewoon een beetje over zichzelf. Was hij bang dat dit hem zou kunnen overkomen? Nee, mijn vader was niet bang. Hij zei dan altijd, als je bang bent voor dit soort dingen, moet je voor de libellen gaan schrijven. Dat was altijd een standaard zin die hij zei. Maar hij was wel alert en hij wist dat dit een mogelijkheid was. Gevaar kon lopen. Ja. Ja, dat blijkt natuurlijk zonneklaar uit dit fragment. Omdat hij zei, het is Wiersum overkomen. Het is de broer van de kroongetuige overkomen. Ja. Iedereen die dicht bij de club staat, die kan iets gebeuren. Ja, er waren concrete dreigementen in de vorm van PGP-gesprekken al in 2017. Inderdaad, hij zei het zelf al in dat fragment. Hè, iedereen in de omgeving van de kroongetuige gaat slapen. Dus hij wist natuurlijk wel dat er een dreiging vanuit zou gaan als hij deze taak op zou pakken. Ja. Bent u wel eens boos op hem geweest dat hij gedaan heeft wat hij heeft gedaan? Nee. Denkt, had het nou niet gedaan, man? Nee, ik heb gewoon hele indringende gesprekken met hem gevoerd. Dat heeft ook mee te maken dat ik mijn vader gewoon ken en hem ook gewoon vertrouwde. Vertrouw. Hij heeft 40 jaar dit werk gedaan. Hij was niet naïef. Daar stoor ik me ook wel eens aan als mensen zeggen van, goh, hij was naïef. Dat hij dan ook zonder persoonsbeveiliging dat wilde doen. Maar ja, hij heeft in het verleden natuurlijk met de grootste criminelen van Nederland te maken gehad. En hij heeft dat altijd goed ingeschat. En voor mij was eigenlijk al, ik had dan goede gesprekken met hem erover. En ik vroeg hem dan gewoon van, moet ik me zorgen maken? Nou ja, en daar gaf hij dan antwoord op. En daar vertrouwde ik hem op. Ja. Voor jullie als familie is belangrijk dat er onafhankelijk onderzoek komt. Ja. Naar zijn dood, maar ook naar de dood van Wiersum en naar de dood van de broer van de kroongetuigen. In het volgende fragment praat hij daarover. Waar moeten we op letten? Inderdaad dat hij zijn verbazing erover uitspreekt dat er nog geen onafhankelijk onderzoek plaats heeft gevonden. Hè, naar de dood van Redouan en van Derk Wiersum. Maar ook inderdaad de vermoedens die jij daarover uitspreekt van waarom dat onderzoek nog niet heeft plaatsgevonden. Ja, dat is interessant. Laten we kijken. Nou, het is natuurlijk heel belangrijk dat de daders worden gepakt en dat strafrechtelijk wordt onderzocht. Maar ik sta zelf op het standpunt dat hier zoveel is gebeurd en dat dit inderdaad zo'n schokkende moord is geweest, dat daar wel een nader onderzoek naar op zijn plaats is. Zoals dat bijvoorbeeld ook is gebeurd na de moord op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Het verbaast mij eigenlijk dat niet het geval is. Dat had natuurlijk uitgezocht moeten worden door een onafhankelijke commissie, of een parlementaire commissie voor mijn part. Wat is de rol van de overheid geweest? Wat hebben ze precies gedaan en nagelaten? Hebben zij steken laten vallen? Was het misschien voorzienbaar? Hadden ze dingen moeten doen die ze niet hebben gedaan? Ik vind dat had onderzocht moeten worden. Dat ook iets is waar de familie recht op heeft. Want als we even nog de feiten op een rij zetten. De kroongetuige wordt tegen zijn zin in gepresenteerd. 6 dagen later wordt zijn broer vermoord. Die werd niet beveiligd. En een jaar later, anderhalf jaar later, wordt zijn advocaat vermoord.
Ja, je kan zeggen dat er een aaneenschakeling is geweest van gebeurtenissen, waarbij tussendoor mensen nog aan de bel hebben getrokken, hebben gewaarschuwd, hebben geroepen, doe het niet, de veiligheid is niet gegarandeerd. Politie en Openbaar Ministerie toch hun zin hebben doorgedreven, dingen hebben gedaan en nagelaten met uiteindelijk dit resultaat. Nou ja, dan zou je zeggen, dat mag wel eens heel goed onderzocht worden. De moord op Pim Fortuyn is extern onderzocht toen het strafrechtelijk onderzoek nog liep. De moord op Theo van Gogh is extern onderzocht. De moord op Els Borst is extern onderzocht. De moord op Anna Faber is extern onderzocht. Maar de moord op Dirk Wiersum niet. Nee. Heeft u daar een verklaring voor? Ja, ik heb er wel een verklaring voor, ja. En wat is die verklaring? Ik aarzel een beetje om die hardop uit te spreken, zal ik u zeggen. Maar doe eens een poging. Misschien, nou ja, mijn verklaring is dat er misschien toch wel veel mensen zijn die er belang bij hebben dat de waarheid op dat punt niet helemaal aan het licht komt. En dat men elkaar de hand boven het hoofd houdt. Omdat de feiten te schokkend zijn? Of omdat de fouten te groot? Omdat het aantal fouten dat gemaakt is misschien wel groot en heftig is. En dan ontzie je altijd wel een mechanisme waarbij mensen elkaar de hand boven het hoofd gaan houden. Omdat ze daar ook zelf inmiddels belang bij hebben gekregen. En naarmate ik langer in dit dossier zit, gaan mijn gedachten wel steeds meer die richting op. Omdat ik ook telkens wel een patroon van fouten zie, een rode lijn in de handelswijze van het Openbaar Ministerie, waarbij men toch volgens de eigen lijn doorgaat en ondertussen waarschuwingen en opmerkingen en kanttekeningen genegeerd worden. Als je het vergelijkt met andere schokkende gebeurtenissen, als het gaat om de overheid versus de burger, et cetera, hoe moet je dat dan plaatsen? Nou ja, ik kan er niks aan doen, maar bij mij dringt zich telkens een vergelijking met de toeslagenaffaire op eigenlijk. Dat ik denk van ja, ik zie daar dezelfde patronen. Mensen die aan de bel trekken, die waarschuwen, de top die het wel weet, maar dat negeert. Miscommunicatie, afspraken niet nakomen, mensen dingen in de schoenen schuiven. Meteen roepen dat Redouan geen beveiliging wilde, terwijl het tegendeel waar is. Ja, dat soort dingen zag je in de toeslagenaffaire natuurlijk eigenlijk ook. Alleen hier zijn een aantal doden gevallen. Hier zijn doden te betreuren, ja. Uw vader ziet een patroon van fouten. Ja. Ziet u dat ook? Zeker. Ja, zoals ik al zei, mijn vader is niet alleen vermoord. Er zijn ook nog twee andere mensen vermoord. En dan is er een structureel problemen. En moeten alle drie de moorden natuurlijk dan onderzocht worden. Waar hij eigenlijk voor pleit. Waar hij voor pleit. En dat was voor mij wel heel bijzonder om te zien. Want ik kreeg te horen dat ze alleen de moord op mijn vader wilden onderzoeken. En die veiligheidsaspecten daarvan. En toen dacht ik meteen van ja, maar hij is niet de enige geweest. En er is daardoor een structureel probleem. Alle drie de moorden moeten daardoor onderzocht worden. En ik heb me daarvoor hard gemaakt bij de minister. En er zijn pittige gesprekken over gevoerd. Goede gesprekken wel ook. En uiteindelijk komt dat bredere onderzoek er gelukkig. Ja, ja. Ja. En u ziet dan nu dat uw vader dat eigenlijk al die tijd gewild had en dat is dan wel, ja, is dan wel heel mooi om die bevestiging te zien van mijn vader. Want ik heb dat meer uit een soort gevoel gedaan van nee, dit moet anders. En is dan eigenlijk wel heel mooi voor mij om te zien achteraf dat mijn vader daar eigenlijk ook in een interview voor gepleit heeft. Dat zo'n onafhankelijk onderzoek er moet komen. En het is natuurlijk dan ook heel wrang om te zien dat de moord op hem daar ook onderzoek onderdeel van wordt. Ja. Maar ja, ik kijk daar wel met een goed gevoel in ieder geval dan op terug. Ja, ja dat jullie op één lijn hebben gezeten eigenlijk al die Zeker, tijd. Zeker, ja. Hij vreest eigenlijk een doofpot als ik hem zo hoor. Bent u dat ook met hem eens? Ik snap wel waar die gedachten bij hem vandaan komen. Hè? Als je gewoon ziet inderdaad hoeveel er is misgegaan, hè, dat er al inderdaad concrete waarschuwingen lagen, concrete bedreigingen. En dat daar vroegtijdig inderdaad een kroongetuigendeal bekend is gemaakt, maar daar eigenlijk helemaal geen maatregelen op zijn genomen.
En daar verder inderdaad ook nooit onderzoek naar verricht wordt. Terwijl voor de, een heleboel andere incidenten, andere moordzaken, die onderzoeken wel hebben plaatsgevonden. Ja, dat riep bij mij ook vraagtekens op. En daarom vond ik het echt wel belangrijk ook dat het onderzoek breder werd getrokken. En hebt u dan ook wel eens gedacht, die doofpot, die kan ik ook doortrekken naar wat mijn vader is overkomen? Zeker, ja. Nou, ze wilden dus alleen al juist mijn vader onderzoeken. En ze weigerden, of in ieder geval onderdeel van het onderzoek was niet Dirk Wiersum en Redouan. En ik vond het juist belangrijk om die structurele problemen van zo'n kroongetuigendeal, dat is goed onderzocht moet worden. Hoe kan het zijn dat in één rechtszaak, waar mensen dicht bij de kroongetuigen staan, dat er 3 mensen vermoord worden? En dat dat dan niet in zijn geheel wordt onderzocht. Ja, de OVV gaat dat nu doen. Ja. Dan gaan we afwachten wat dat gaat worden. Een derde fragment wat we graag willen bekijken gaat over zijn eigen beveiliging. Ja. Althans, ja, ook weer opnieuw via natuurlijk de beveiliging van andere mensen in dit proces. Ja. Laten we eerst even kijken. Ja. Nu is na de moord op Dirk Wiersum meteen al gaan rondzingen dat hij en zijn collega geen persoonsbeveiliging wilden. Is dat ook zo? Nou ja, dat is iets wat we Dirk Wiersum niet meer kunnen vragen. Ik weet dat ook niet precies. De andere advocaat die kan daar zelf zijn verhaal over houden. Maar kijk, er zit nog wel een verschil tussen persoonsbeveiliging en andersoortige beveiliging. En ik denk dat, stel in theorie dat ze die persoonsbeveiliging niet gewild hadden, dat er natuurlijk wel met camera's en alle techniek die er vandaag de dag is, natuurlijk toch een soort van cordon om hun gelegd had kunnen worden. En dat is in mijn optiek niet of onvoldoende gebeurd. Ja, ook hiervoor weer. Het is bijna kippenvel hoezeer dat ook op hem slaat. Uw vader wilde geen persoonsbeveiliging, dat is bekend. Maar die andere vormen waar hij zelf ook over praat, had hij dat wel overwogen? Zeker, ja. En daar zijn ook gesprekken over gevoerd. Ik zal niet melden om wat voor veiligheidsmaatregelen dat gaan. Ik vind het ook altijd, ik stoor maar aan dat mensen zeggen van, goh, mijn vader wilde geen beveiliging. Nee, hij wilde inderdaad geen persoonsbeveiliging. Omdat dat gewoon met zijn werk niet goed te verenigen was, vond hij ook. Maar wat is hem dan? Wat is misschien moeilijk om te zeggen, maar er is hem dus wel iets anders aangeboden. Daar zijn gesprekken over gevoerd. En dat zijn die gesprekken afgelopen? Nou, dat is ook niet altijd goed gegaan. Hè, want het was ook wel een patroon dat bijvoorbeeld mails niet beantwoord worden, of dat er in een heel laat stadium met hem contact over zijn veiligheid werd opgenomen. Terwijl hem was toegezegd bijvoorbeeld nog dezelfde dag nog te bellen. Dan werd er uiteindelijk pas na 3 weken gebeld. Dus dat ging allemaal gewoon heel moeizaam. Ja, en dat is dan gestrand omdat de communicatie met de overheid stokte. Kan ik dat zo zeggen? Nou ja, de communicatie was gewoon niet optimaal. Dat kan ik in ieder geval wel daarover zeggen. Ja. Ja. En dan is de andere kant van de zaak natuurlijk ook dat hij misschien zelf een eigen verantwoordelijkheid had kunnen hebben om dat op te starten. Ik bedoel, heeft hij dat zelf ook opgevraagd, aangevraagd? Nou ja, in het begintraject zijn er gewoon wel gesprekken over gevoerd. En heeft hij daar ook echt wel aan de bel getrokken van als beloofd was. Van ik zou gebeld worden. Van nou ja, ik ben nu een week verder. Ik zou een week geleden gebeld worden. Ik ben nog steeds niet gebeld. Heeft hij echt wel aan de bel getrokken. Ja. Maar op een gegeven moment gaf hij het op. Is dat dan? Nou ja, kijk, uiteindelijk zijn er wel gesprekken over geweest. Er zijn ook wel wat dingen doorgevoerd en zo. En daar wil ik nu hier niet zoveel over zeggen, omdat ik dat ook gewoon voor het onderzoek wil gaan bewaren. Hoe dat precies is gegaan. Het is ook een lang en gecompliceerd verhaal, wat niet in 2 minuten even uitgelegd kan worden. Dus. Maar er zit in elk geval ruimte tussen die volledige persoonsbeveiliging en vrijwel niets. Dat is eigenlijk wat u zegt. Sorry. Tot slot, dat onderzoek waar u voor bepleit hebt is uitgebreid. De OVV, Onderzoeksraad voor Veiligheid, doet dat, gaat dat doen, is daarmee bezig. Ja. Wanneer kunnen we iets verwachten? Nou, dat is een onderzoek wat denk ik nog heel lang zal gaan duren. Het zit nog echt in de beginfase. De eerste interviews moeten volgens mij echt nog plaatsvinden of vinden nu net plaats. En ik denk dat we echt eind 2022 zijn voordat we daar echt een conclusie over gaan krijgen. Ja. We gaan dat afwachten. Ik wil u danken voor uw openhartigheid, uw tijd en veel succes bij het onderzoek. Royce de Vries, fijn dat u er was.